De Meiland-dynastie staat opnieuw in de schijnwerpers, ditmaal niet voor Maxime, maar voor Zus Montana. Een controversiële uitspraak in het programma Chateau Meiland Fups zorgt voor ophef. Pride-journalist Jan-Juriet noemt het gehele vorm het infantiel en bekritiseert de opmerkelijke woorden van Montana over gast Debbie de Jong. In de laatste aflevering met Patty Bart en Debbie de Jong vond Jan-Juriet het niveau bedenkelijk. Montana's opmerking over Debbie's programma BNB Vol Liefde roept vragen op. Volgens Jan lijkt Montana niet op de hoogte te zijn van de gasten, wat hem verbaast gezien haar normaal scherpere blik. De uitspraak dat ze BNB Vol Liefde niet kent omdat ze niet van dat soort televisie houdt, terwijl de Meilandjes zelf in een vergelijkbaar programma schitteren, wordt als opmerkelijk bestempeld. Chateau Meiland Vips zag een daling in kijkcijfers, wat Jan niet verrast. Hij betwijfelt de authenticiteit van de gestelde vragen door de Meilandjes en wijst op de afgezaagde aard van sommige, zoals Maximus' vraag aan Patty over haar liefdesleven. Met de Meilandjes onder de loep lijkt de glans van het succesprogramma te vervagen. Kijkers vragen zich af of het tijd is voor vernieuwing in het Meiland-universum.